Yo mensen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Joey en ik ga jullie meenemen in de training CQ Situations van Rainbow Six Siege. Zoals ik jullie natuurlijk al heb verteld in de eerste aflevering van Fallout 4, is dat ik dus een miniserie ga starten van Rainbow Six Siege, de Situation CQ trainingen. Nou gaan we dat zeker doen en dat gaat dus beginnen bij de eerste training. En bij de eerste training moet ik dus deze drie opdrachten voltooien. Dat is dus met 50% held over, 2 vijanden tijdens het doden en maak 4 headshots. Wij gaan dus even kijken of dit lukken gaat in één keer. You will engage in 10 fundamental counter-terrorism situations before being deployed. Report to the SAS base in Hereford. You are to infiltrate a kill house and clear the area of enemy combatants. In close quarters combat, operators must rely on situational awareness to locate and identify threats and assets. Secure the area using a slow and methodical sweep. Here, you will face a trained enemy, equipped with military-grade weapons and explosives. You will need to rely on basic muzzle discipline and your ability to reduce exposure to enemy fire by using the environment. Never stop until the threat is neutralized. Juist, en zoals gezegd heb ik natuurlijk al eerder verteld dat ik natuurlijk deze serie mini ga houden. De reden daarvan is eigenlijk dat iedereen wel een beetje de situations kent van Rainbow Six Siege, behalve dan degene die het niet heeft. En ja, vanaf februari, 12 februari, komt er een nieuwe game voor mij op mijn kanaal. En die nieuwe game, dat is eigenlijk een beetje een verrassing, want dat is namelijk een beta en daar zal ik weer iets gaan opnemen wat eigenlijk niet mag. Maar ja, ik lig er niet wakker van. Ik bedoel, ik heb wel vaker dingen gedaan die niet mag en ik heb daar gewoon maling aan. En zeker als het gaat om Ubisoft, ook al heb ik nu een Watch Dogs shirt aan, ook weer van Ubisoft. Ik lig er niet wakker van, dus. Even kijken. Yo, dat gaat hem niet worden. Kijken of we er met 100% held vanaf kunnen komen. Ik hoop het. Oh, dat ziet er niet naar uit. Yo. Volgens mij had jij al dood moeten zijn, maat. Kijk, daarom dook ik weg. Hoppa! Herladen. Nou zit hier verder niks meer. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan naar boven. En dan gaan we de rest uitroeien en uitkammen. Moet ik alleen even uitkijken natuurlijk, want het feit dat ik het in mijn uppie speel, maakt het dan wel weer gelijk knap lastig natuurlijk. Oké, nog 4 vijanden. En nou komen ze naar mij toe. Ik heb nog 55 held over. Ik hoop dat ik dat redden ga. Hoppa! En ik heb het gered. En als het goed is, heb ik alle drie de sterren. En als dat het geval is, is het ook gelijk het einde van deze aflevering. Het einde van deze aflevering. Ik moet echt Nederlands leren. Maar er komt een nieuwe serie aan. Oh, hè? Ik heb toch meer dan 4 headshots gemaakt. Nou ja, dat maakt ook verder niet uit. We gaan hem wel gewoon even opnieuw doen. En aangekomen bij potje 2 om vervolgens nog die 4 headshots te kunnen maken. Zoals je ziet, gaan wij gewoon door. Daarnaast ga ik jullie even vertellen welke serie daar aan komt. Het is namelijk de beta-serie van Hitman. De nieuwe Hitman. En de nieuwe Hitman, 12 februari, komt de beta uit. En nou zullen mensen denken, ja maar de Hitman, dat is toch wel een beetje old school. Nee, de nieuwe Hitman komt uit, uitgebracht door Enix Square. Of Square Enix, sorry. En ja, het is gewoon een vette game.
En ik ben ook gewoon benieuwd wat jullie daar zelf ook van gaan vinden. Want ja, het blijkt echt gewoon wel een vette game te worden. Hoppa, weer een headshot. Als ik, nou niet gewoon, als ik het nou niet haal, hè. Hoppa, weer een headshot. Oh nee, dat was geen headshot. Maar dit hebben we nou gehad. Oh, kut. Oh, jezus, van een stumpet. Ook geen headshot. Helaas. Maar goed, de Hitman. Ja, de nieuwe Hitman komt eraan natuurlijk. Vanuit Square Enix. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, ja, wat jullie daar gaan van gaan vinden. 12 februari komt de eerste uit. En die zal ik ook gaan live uitzenden. Althans, live uit gaan zenden. Die zal ik op gaan nemen. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Het is wel dat je de beta... Dat beta, die is gratis. Maar die is alleen gratis als je de game hebt gepre-ordered. Dus, zodoende. We gaan eens even kijken of we de 4 headshots hebben. Ik mag hopen van wel. Yes, dames en heren. We hebben de 4 prachtige headshots. We hebben alle 3 de sterren gehaald van Situations 1 in 2 potjes. Is best knap op zich. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze prachtige video en de allereerste aflevering van Rainbow Six Siege, The Situations. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe die prachtige blauwe duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En als jullie nog eventuele leuke adviezen hebben, of jullie hebben leuke dingetjes of leuke video's die jullie graag willen zien, laat het even weten in de comments en dan kom ik daar heel snel op terug. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao.